gaat doen? Wat gaat hij doen vanuit die tweede pas? Hij gaat maar één ding doen en dat is heel ver weg lopen van zijn concurrentie. Zijn vader kan een klein beetje bij komen rijden in die derde pas. Dan heb je die ideale lijn. En dan heb je gelijk weer minder snelheid op dat technische stuk. We kijken gewoon naar Berens die gewoon kan springen en hem gewoon vol kan mutsen. En dan mag uitbollen, dat zijn ze TFA-werk. Roy Willemsen op 3 en dan zien we Tiny Tom Sluiter op 4 rijden. En dan hebben we gelijk de eerste 4 rijders gehad. En die jongens van 4.